alle wind in de zuilen nog aan toe. Dat deksel zit muurvast. Slappeling. En... Ja, ja! Jojo! Stelletje slapjanissen. Ik zal dat deksel er wel even afdraaien. Verdorie. Ja, als ik het er niet af krijg, dan zit het deksel inderdaad muurvast. Wacht, Berend heeft een idee. Met deze hamer krijgt Berend het deksel er zeker af. Ja. 1, 2 en 3. Berend, jongen, nu sla je weer op Steven zijn hoofd. Domme kop. Hé? Gaat het, Steven? Thuis uit Bardenbrokken, pap. Berend vindt dat Steven een hele domme beker heeft gekocht. Ah ja, want de makers kunnen er niet eens uit drinken. Ik vind dat jullie allemaal domme koopjes hebben gedaan. De piraat die heeft een zwaard gekocht voor de sier. En jij, Brokkenpap, jij koopt een hamer waar je Stil steeds mee slaat. En Stil die koopt een beker waar je niet uit kan drinken. Daar kunnen we toch allemaal niks mee doen? Ah nee. En wat heb jij dan gekocht, Stietje Struis? Ik... Deze mooie, grote, lege kist. En wat zit er dan in? Berend, een lege kist, jongen, daar zit niks in. Domme kok! Duizend borden, Brokkenpap! Wat kunnen de maatjes niet doen met een lege kist? Maar Brokkenpap, daar kunnen we dan toch iets instoppen? Ja, natuurlijk! Daar kan ik mijn zeekaarten instoppen. En Berend, de aardappelen! Jij! Oh, en Steven Stil zijn visgerij. Nee, nee en nog eens nee. Het is mijn kist en ik beslis wat er wordt ingestopt. En voorlopig, maatjes, is dat niks. Vooruit, breng hem maar gauw naar mijn kajuit. Oké. Daar zat Bordenbrokken, pap. Dat is wel een zware kist om een lege kist te zijn, hoor. Ja, inderdaad, Berend. Ben je wel zeker dat die kist leeg is? Maar natuurlijk. Ik heb hem in mijn eentje van de markt naar de scheve schuit gedragen. Goed, Steven. Kom. Help eens. De kist, Steven. Kom aan. Daar is het voor de Brokkenpap. 16. Ben je wel zeker dat dat een lege kist is? Jullie zijn gewoon een stelletje slapjanissen. Nee, Stientje Struis. Er klopt iets niet. Toch wel. Hoe toch wel? Er klopt wel iets. Berend heeft geklop gehoord. Ik hoor niks. Ik ook niet. En Steven Stil hoort ook niks, dus geen geklop, Berend. Maar dat die lege kist zo zwaar is, Tien, dat klopt niet. Nu hoor ik het ook. Ik ook. Ah, Berend had dus gelijk en heeft dus wel geklop gehoord. Alle wind in de zeilen nog aan toe. Waar komt dat geklop vandaan? Misschien uit het onderruim. Ah, of op het dek. Of misschien uit Berends hoofd. Domme kok. Huh? Nee, Steven. Berend zoekt naar het geklop. En Steven kan maar beter meezoeken. Ja, vooruit, Steven, jongen, zoek eens mee. Oh, maar nee, wacht. Stil wil iets zeggen. Wat wil je zeggen, Stil? Wat wil Stil zeggen, piraatjes in de zaal? Wat? Komt dat geklop uit die kist? Maar dan is die kist niet leeg. Misschien zit er wel een klopgeest in. Wat een griezelig monster. Met drumsticks. Van billig letse bokken, zwitserse gruzel, zwitserse wombatbeer. Wat? Een billenklitterende bokken, Zwitserse gruzel, Zwitserse wombatbeer. Beren, die bestaan toch niet? Nee, maar dat klinkt wel heel eng. Domme kok! Hey.
Jullie zijn gewoon een stelletje bangerikken. Ik zal wel eens even kijken wat er in die kist zit. Dat is een heel goed idee, Stien. Daar gaat hij. Oh nee. 1, 2, 3. Esmeralda. Esmeralda. Ja. En wie zijn jullie? Ik ben Pippi. Pippi Lankhuis? Oh, man, nee. We zullen ons wel voorstellen in een liedje. Dat is een heel goed idee, Stientje Struis. Esmeralda. Vooruit, piraat, op je plaats. Hupla. Rokkenpap. Hey. Zien jullie mee? Piep, piraat, schip, ahoy. Het is jouw kameraad, schip, ahoy, hoi, hoi. Met zijn schip de scheve schuit, vaart hij alle dagen uit. Piep, piraat, piep, piraat, piep, piraat. Alle wind in de zeilen nog aan toe. Ik kan niet van zingen. 1000 borden brokkenpap. De allerleukste zeebonken, die wonen op mijn boot. Ahoy! We zingen en we dansen en we eten brokkenbrood. Dat brood dat wordt gebakken door Berend Brokkenpap. Zijn brokkenbrood is heerlijk, maar zijn soep is veel te slap. Is veel te slap. Piep, piraat, schip, ahoy, hoi, hoi. Dat is jouw kameraad, schip, ahoy, hoi, hoi. Met zijn schip de scheve schuit, vaart hij alle dagen uit. Piep, piraat, piep, piraat, piep, piraat. Piep, piraat. Wij varen nooit verloren, want de stuurvrouw is Stien Struis. Ze is zo sterk als een beer, maar wel bang van een muis. Van een muis! Steven stil, die hoor je nooit, van praten kan hij niet. Al zou we heel graag willen, hij zingt niet meer met ik niet. Niet meer met ik niet. Piep, piraat, schip, ahoy, hoi, hoi. Dat is jouw kameraad, schip, ahoy, hoi, hoi. Met zijn schip de scheve schuit, vaart hij alle dagen uit. Piep, piraat, piep, piraat, piep, piraat. Piep, piraat, piep, piraat, schip, ahoy, hoi, hoi. Dat is jouw kameraad. En ook al is de kans dat wij een schat vinden heel klein, oh. Maar dat vinden wij niet erg, zolang wij maar samen zijn. Ja! Yeah! Piep, piraat, schip, ahoy, hoi, hoi. Dat is jouw kameraad, schip, ahoy, hoi, hoi. Met zijn schip de scheve schuit, maakt hij alle dagen uit. Piep, piraat, piep, piraat, piep, piraat. Piep, piraat, piep, piraat, schip, ahoy. Zijn jullie? Ja, dat is allemaal goed en wel, maar wat kom jij doen op onze scheve schuit? Oh, wel, ik ben een arme wees. Ik heb geen ouders. Op die vulkaaneiland, ja, daar woonde ik bij mijn oom. Maar hij was altijd heel boos op mij.
Ik moest altijd spruitjes eten. Mm. En altijd vroeg naar bed. En ik mocht nooit met die andere kinderen spelen. Dus ik heb geen vriendjes. En voel mij altijd heel eenzaam. En toen? Oh, en toen zag ik dat jij die kist wilde kopen. Hè? Toen ben ik daarin geklommen. En zo heb jij me aan boord van de schepen schuit genomen. En waar wil jij dan naartoe, mijn lieve Esmeralda? Och, ik wil de gehele wereld zien. Ik wil de mooiste route varen over de zeven zeeën. Langs de mooiste eilanden van de oceanen. Oh. Maar dat kan. Maar natuurlijk, ik zal meteen een hele mooie route uitstippelen op een van mijn zeekaarten. Jij krijgt de mooiste route die er bestaat. Oh, echt waar, Pieter Piraat? Oh, dat is zo lief van jou. Esmeralda, Berend is kok en kan heel goed koken. Oh, echt waar, Berend? Mm-hmm. Oh, Berend, ik zou zo graag heerlijke vissen willen eten met verse fruit.